Ja, nog even de hoogtepunten van deze wedstrijd, deze finale om play-off 2. De diepe bal op de pas ingevallen Ezekiel. En dit is zijn eerste baltoets en meteen ook zijn tweede, want hij krijgt hem tegen zijn knie. En op die manier belandt de bal in doel. Tegen zijn scheenbeen. Het effect is rocambolesk en het doelpunt ook 1-0. Dan is er deze trap van Victor Osimhen. Fantastische goal. Schitterend afgewerkt. 139 kilometer per uur. Fenomenaal doelpunt. En de 1-1 was een feit bij de rust. In de tweede helft. Osimhen, opnieuw hij. Het doelpunt dat hij zelf verkiest. De ruimte zien, zijn tegenstander afhouden. Schitterende goal. Diepgang van een diepe spits. Atletisch is hij redelijk onwaarschijnlijk. De manier waarop hij die bal uit de lucht plukt. Meteen zichzelf eigenlijk de diepte inlanceert. Top goal. KV Kortrijk deed zijn best. Chevalier met een bal voorlangs. Speelde naar de trouwe aanhang. Maar kon eigenlijk nauwelijks nog een echte kans creëren. Vaak Christophe Dane. Dit was een goede voorzet. Richting Ezekiel. Die kon er toch net niet bij. En dan de Saar. En Chevalier die zijn volley kraakt. Rio kwam eigenlijk niet in de problemen tot helemaal in het slot van de wedstrijd. De ingevallen Koita op wandel probeerde te gaan. Henin werd diep gestuurd. Kijkt niet meer naar links. Wil alles alleen doen. Gaat veel te ver van het doel. En ja, oké. Okay. Het veld lag daar niet meer perfect, maar toch. De trap was slecht en het overzicht was onbestaande. Dit was beter van David Henin. Nian. En ook al ging die bal naast. Toch weggehaald. En dit was dat moment van Christophe Dane. Salwa kon geen counter meer verzilveren. Rio zweeft deze knal van Dane uit zijn doelvlak. Dan Broetseze. Die de bal pan klaar ligt. Voor Hendricks. Maar echt goed afwerken kon die ook niet. Slotoffensief van KV Kortrijk. Met een kopbal van Gary Kagelmacher, maar te centraal. Geen enkel probleem voor Remy Rieu. Die de bal in de armen krijgt gekopt. En dan is er de vreugde van Felice Mazou. En is Chalala de ploeg die play-off 2 wint. En die klaar is om toch nog aan Europa te denken.